Yo, kijkers van Dus David Games, Lessie hier. Welkom terug bij meer GeoGuessr, oftewel de wereldreizen waar we nog steeds mee bezig zijn. We zijn al op heel veel plaatsen geweest in de wereld, maar we zijn nog nooit hier geweest. Want dit is een of ander veld met een boom erachter. En ik weet natuurlijk precies waar die boom staat en waar dat veld ligt. Kom op Google, even een beetje betere foto's dan dit. Er is gelukkig wel een gebouw hier. Dat doet mij heel goed. Dan kunnen we misschien nog een klein beetje hopen dat het een stadje is. Waar ik iets aan kan aflezen. Er staat er een naam op. Wat staat er op? Olimöllegörte. Olimöllegörte zeg ik Zweden. Zweden Ordeneurwegen. Even kijken, er stond er nog een bordje. Heel laag. Misschien is het een dwergenland hier. En ze hebben het bordje geblurred. Goed gedaan, Google. Echt, het wordt het zoveel makkelijker. Om te bedenken waar ik ben. Is dit een Zweeds landschapje? Ik wist niet dat ze dit hadden in Zweden. Het zou ook kunnen dat het Deens was. Wacht eventjes. Ik ga even terug naar dat gebouwtje. Want volgens mij... was dat gebouwtje gebleven. Gebouwtje. Daar. Zo, hier. Dit zijn wel... Deense letters. Of Deense letters, Deense kleuren. Want voor zover ik weet is de Deense vlag rood en wit. Het zou best kunnen dat het niet zo is. Maar rood en wit. Dit lijkt me ook... wel een beetje in het zuiden van Denemarken. Want ze hebben er niet veel bergen daar in die hoek. En voor zover ik weet loopt het echt, ziet het er grotendeels uit als Nederland. Dus ik zeg Denemarken. Denemarken. Een beetje deur. Huppakee. 77 kilometer. Goed gedaan, Lars. 77 kilometer. 3468 punten. Zie je wel. Denemarken is niet zo groot. Maar 77 kilometer. Je zit aan de andere kant van het land. Netjes. 3468 punten. Daar doen we het voor. Hier is ook weer in the middle of nowhere. Maar dit is niet in Denemarken. Dat lijkt mij tenminste niet. Voor zover dit is, zeg ik... waar zou dit kunnen zijn? Ik zeg tot nu toe Noord-Europa. Beetje Denemarken, Zweden. Nee, niet Denemarken, maar Zweden, Noorwegen. Maar ik wil een bordje hebben om te kijken of dat het Europa is of niet. Maar vaak kan je aan de straatnaamborden al zien of dat het Europa is of niet. Dus eventjes een straatnaambordje. Hebben ze hier wel straatnaambordjes? Ja, die hebben ze zeker. Kijk eens eventjes hier. Oh, foto. Doe goed. Het is die Kwanberg. Kwanberg. Het Kwanberg dat ligt in Noorwegen. Denk ik. Volgens mij zijn dit Noorse borden. Ik heb die borden vaker gezien. Dit lijken me Noorse borden. Een beetje daar. Noorse borden. Toch een Zweden. 395 kilometer. 2531 punten. Toch in Zweden. Oké, onthouden. Zweden heeft geel met rode borden. Onthouden voor de volgende keer. Dan weten we dat ook weer. Dit zou net zo goed aan de andere kant van de straat kunnen zijn. Waar is dit? Hé, er stond er een bordje. Wat stond er op dat bord geschreven? Ik kan ondertussen wel kappen met dat verschrikkelijk irritante Zweedse accent, velers. Even kijken, waar is het? Construction area. Oh ja. Ja, ze zijn hier heel veel aan het bouwen. Zien jullie die grote kerken die ze aan het bouwen zijn? En die winkelcentra? Ik zie ze allemaal. Hier is een winkelcentrum. Daar. En hier komt een kerk. What the fuck is dit? Zet er geen bordje met construction neer als je niet aan het werken bent, eikels. Zonder van het bordje. Dan kan je dat bordje beter ergens anders neerzetten. Waar is dit? Dit is in Amerika. In het noorden van Amerika. Zover was ik dan ook alweer. Tenzij het niet in het noorden van Amerika is. Ik zeg Noord-Dakota. Make guess. 811 kilometer. Het was opnieuw in Saskatchewan, Canada. Nou, toch in de goede hoek, in het noorden. 2254 punten. Hoppakee. Dit is de weg van zwart en wit. De Black and White Road is dit. Hebben ze de ene weghelft wel goed schoongemaakt en de andere helft niet? No offense. Als je de O zat, is dat een no offense. Goeie grap. Ik zeg Zuid-Afrika, lijnen aan de gele kant van de weg. Of Australië. Want het is hier namelijk nogal rood aan de zijkant van de weg. En dat is meestal zo in Australië. De foto's die ik gezien heb in ieder geval. Twijfel tussen Zuid-Afrika of Australië. Deze meneer is heel erg donker. Dat is een zwarte meneer, dus... de kans dat het in Afrika is gewoon groter. Twijfel.
twijfel tussen Zuid-Afrika en Australië. Ik ga voor Zuid-Afrika. Maar dat was gewoon puur omdat die meneer er stond. Zuid-Afrika. Als het niet in Zuid-Afrika is, is het Australië. Zuid-Afrika. 525 kilometer er vandaan. 2400 punten. Tegen de grens met Zimbabwe. Hey. 2419. Dit is een doorgebied. Er staat hier wat op. Gore. Richard Grove. Staat, jullie kunnen het waarschijnlijk niet lezen. Sint Georgia. Richard Cove. Jullie kunnen dat waarschijnlijk niet lezen, maar er staat Georgia op. Sint Georgia. Dus dan gaan we gewoon gokken dat het in Georgia is. Kijken waar nog Georgia ook alweer. Georgia. Georgia. Waar ben je gebleven? Oh, daar. Georgia. Hier. En dan richting Florida. Beetje in de zuidhoek. Zit ik nog steeds in Georgia? Ja, daar zit ik. Make guess. Waarom zet je Georgia op een bord als het niet in Georgia is? Zet ik je etters. 91 punten, dan raad me scoren. Oh. Brisbane. Ja, tuurlijk ja. Wat jij wil. 10.763 punten. Hey. Op zich stik ik er best goed bij. Zuid-Afrika was goed. Denemarken was eigenlijk spot on. Hier in het noorden van Europa was redelijk in de goede richting. Dit was best wel goed. Alleen dit is echt nog totaal slecht. Ik dacht dat het in Georgia was, blijkt het in Australië te zijn. Ach ja. Twee landen lijken op elkaar. Ze spreken er allebei Engels, moeten we maar denken. Kijk eens van dus dames en games. Ik ga het hierbij laten voor vandaag. Vergeet jullie in de tussentijd niet om een groen duimpje te doen op de wereldreisvideo's. Als je dat nog niet gedaan hebt natuurlijk. Als je dat wel gedaan hebt, super, mag je een slokje koffie van me zometeen. En ik zie jullie de volgende keer weer terug. Hier op dus dames en games. Met meer wereldreis. Of iets anders. Moet ik even kijken. Mazzel!